Deze post kwam van Ellie. Ze stelt de vraag: hoe vind ik een baan als receptioniste, telefoniste of medewerker? Wat moet ik doen om op te vallen bij een werkgever, zodat hij denkt. hé, hey, die moet ik hebben. Ellie, ik heb een hele leuke oplossing voor je. Gedraag je alsof je een klant bent van het bedrijf waar jij zou willen werken. Dus benader de receptie, bel ze op. Ga naar de balie en kijk hoe je behandeld wordt. Schrijf vervolgens een open sollicitatiebrief om aan te geven hoe jij het nog beter zou kunnen doen. Jan heeft verschillende opleidingen gevolgd, maar daar heeft hij nog geen werkervaring in, waardoor hij niet uitgenodigd wordt. Wat kan hij daaraan doen? Jan, je bent op de goede weg. Het is lastig om ertussen te komen zonder ervaring. Dus zoek nu. Naar een baan waar je kunt beginnen met een proefplaatsing. Dus dat je met behoud van uitkering twee maanden kunt laten zien wat je waard bent. Dan doe je ervaring op en vervolgens kan je door in de baan. Raymond zit met de volgende vraag: Hij heeft een gat in zijn CV en iedere keer vraagt de werkgever weer: Waarom bent u zo lang zonder werk? Raymond, het is duidelijk. Je hebt een gat in je cv en daar moet je een verhaal bij hebben. Dus zorg ervoor dat je goed duidelijk maakt wat je wel gedaan hebt in die periode. En liefst dat je dat al vertelt in je sollicitatie voordat de werkgever het aan jou vraagt. De volgende vraag van Carla die schrijft: beste Marlein, ik ben 60, ik heb vakdiploma's. Ik heb ervaring als vrijwilligster en nog word ik niet uitgenodigd. Hoe pak ik dat aan? Carla, ik kan me voorstellen dat je er moe van wordt. Het is tijd om creatief te worden. Maak eens een video-cv waarin je vertelt wat je te bieden hebt en hoe je een werkgever verder zou kunnen helpen.